Een hele goede morgen. Deze dag. 31 december 2023. Het einde van het jaar nadert. En ik ben lekker wezen sporten. Top. Gaat er iets beter als vorige week? Ik wil vorige week nog twee keer sporten, maar het zat zo vast. heb ik weer. Dat het eigenlijk helemaal geen zin had om te gaan sporten. Daar baal ik achteraf natuurlijk wel van. Dat is natuurlijk wel wat je voor ogen had. Ik denk, nou, eigenlijk een vakantie kan ik lekker overdag. Hoef ik niet per se 's avonds. En dan zit je met hoestbuien en snottenkop en noem maar op. Dus dat was niet zo heel erg fijn. Maar goed, vandaag nogmaals 31 december, laatste dag van het jaar 2023. Dan gaan we weer richting 2024. Yes. Right on. Nou, we gaan er vanavond wel even een rustig stukje van maken. We blijven vanavond thuis. We gaan niet zoveel poeha aanmaken vandaag. Goed. Oh, en ik heb er weer zin in het voetbal, hoor. Ik kan wel zeggen van, het is lekker zo'n vrije week. Op zich is het inderdaad toch wel lekker. Je hebt dan geen verplichtingen, maar dat is een week, anderhalf, dan ga je toch wel weer een beetje missen. Het onder elkaar zijn, die trainingen volgen. Kijk wat die jongens het mee doen. Ik hoop dat ze allemaal wel een klein beetje fit terugkomen. Dat we weer een verse start kunnen maken. Maar goed, dan zullen we even afwachten hoe dat dan gaat worden. Nou, voor de rest, ja, nogmaals, in 2023. Waar ik ja, persoonlijk gezien nog wel redelijk goed kan terugkijken. Natuurlijk zijn altijd wat van die dingetjes, van die ups en downs. Maar ik heb er dit jaar niet heel erge ups en downs gehad. Net als het jaar daarvoor. Waar mijn moeder overleed, was natuurlijk een behoorlijke down. Maar goed, so be it. Kunnen we allemaal niks aan doen. Al willen we het 100% heel erg graag dat ze allemaal in leven blijven. Maar dat gaat gewoon niet. Dat werkt niet. Dus wat dat betreft, nogmaals, afgelopen jaar was het een redelijk rustig seizoen. Volgend jaar ga je natuurlijk op 1 februari beginnen aan een nieuwe job. Een nieuwe baan. Dus daar ben ik wel heel erg blij om. Een hele verandering. Van service medewerker naar huismeester bij het COA. Maar het voelt goed. Het voelt goed. Ik heb overigens wel gemerkt dat ik dus zeg maar bijna anderhalf week of bijna twee weken niet gewerkt heb. Dat ik het wel merk in mijn vingers. Door de dag heen veel minder last van pijnscheuten in je vingers. In de knokkels. Dus ja, ik denk alleen maar een plus dat ik deze wijziging heb gekozen. Ja, dat. Wat het dan uiteindelijk zeg maar in de rest van mijn loopbaan nog gaat worden, dat weet je natuurlijk toch nooit. Maar laten we vanuit gaan dat dit wel een blijvend iets gaat worden. Want ja, ik heb er gewoon zin in. Ik heb er gewoon zin in om dat te gaan doen. Maar nogmaals, het was 1 februari. Heb ik uiteindelijk dan toch nog bij mijn oude baas 2 maanden uitgewerkt. Maar goed, ik sta wel niet op verkeerde voet met mijn baas of zo. Dus ja, hoe moet ik nou zeggen? Ik vind het gewoon ook een fijne gedachte dat ik bij de baas waar ik nou werk, dat ik dan gewoon op een nette manier kan afsluiten. Want ja, aan de andere kant, je weet dit maar nooit. Nee, dus dat is wat er
wat het is. En ja, gewoon dinsdag gaan we weer beginnen. De laatste 3 weekjes ongeveer. En dan zullen we zien, och jee. Onze buren die hebben de vuurtanden alweer aangestookt. Oh, die moeten hem een beetje uitroken. Nou, waarschijnlijk zul je daar wel zien op de achtergrond. Kijk, daar komt er ook al. Hoppa, vuurkorfje voor vanavond. Goed, nou, dit was het dan. Laatste van dit jaar. Natuurlijk gaan we volgend jaar gewoon verder met de vlogjes. En dan ga ik in ieder die. Ik hoop hem vanavond nog op YouTube of straks op YouTube te zetten. Ik ben natuurlijk thuis, dus ik heb nou tijd om dat te doen. Ik denk dat ik hem daar even op YouTube ga zetten. Dan wens ik in ieder geval een fijne jaarwisseling. Een gezond en sportief 2024 gewenst. En met alle liefs en andere gedachten die er maar bij mogen zijn. Nogmaals, tot de volgende keer. Ik zeg tot in het nieuwe jaar. En ik zeg met een hele korte welbekende. Oh ja, even een duimpje omhoog. Even abonneer op dit kanaal. En dan zien we elkaar volgend jaar weer terug. Ik zeg de groetjes. De mazzel. Oh ja. En ik ben zelf binnenkort jarig. Ook nog eens een keer. Volgend jaar. Haha, volgend jaar. Kan ik nou nog zeggen. Dus nogmaals, blauw duimpje, abonneren. Tot de volgende keer. Ciao.